Veel patiënten met tandheelkundige problemen worden geholpen door de South Dakota National Guard tijdens het gezamenlijk medisch programma Grammati in samenwerking met de Surinaamse strijdkrachten. Dit vertelde de majoor Alex van Overschelde bij de South Dakota National Guard vandaag in een gesprek met de nieuwsdienst de La Vigilancia op de Heilig Hartschool. Volgens de majoor worden patiënten met pijn en tandextracties geholpen. I think we've seen probably over 600 total patients between this location, Powaka, and then we have a dental treatment location in Paramaribo. So yes, definitely the elderly have a bit more chronic conditions and complaints. So we're providing real primary care. So we're not able to treat and handle many complicated conditions. Same thing for the young, a lot of the same, rashes and skin conditions. Van Overschelde geeft verder aan dat veel oudere mensen chronische aandoeningen hebben. Bij de jongeren gaat het meer om huidproblemen. So this mission will continue now through Monday. So next week Monday will be the last day that we will be providing services at our locations. So our target overall is to partner with the Surinamese Defense Forces in this mission as they lead the Grammati 2024. And basically enhance the state partnership program that the South Dakota National Guard has with the Surinamese Defense Force. De majoor stelt dat de bedoeling is om zoveel mogelijk mensen te helpen. Met de South Dakota National Guard zijn 32 medische specialisten afgereisd. De missie wordt maandag afgesloten.